Jullie staan voor twee liften. Een rode en een blauwe. Hier zullen bacteriën wel goed kunnen kweken. Je staat zo dicht bij de anderen dat je ze kunt voelen. Een stem van een audiogids leidt en beveelt de stadsbezoekers op een eigenzinnige manier door Antwerpen. Dat gebeurt in Remote Antwerpen, een voorstelling van het Duitse theatercollectief Rimini Protocol. Dat laat toeschouwers zelf deelnemen en geeft hen zo een andere kijk op de stad. Een formule waarmee het collectief wereldwijd succes scoort. En nu dus ook in Antwerpen. Kleine Everaad. Vorm met je handen een verrekijker voor je ogen. Doe je verrekijker naar beneden. Is dit een van de plaatsen waar democratie begint? Een mysterieuze stem leidt je door de stad. Ze wil jou en 20 andere mensen Antwerpen op een niet voorspelbare manier laten beleven. Ze maant je aan en daagt je uit. Waarvoor zou je demonstreren? Voelt u meegesleept met de groep, hè? Gelijk dat dat echt in een manifestatie is. Laat ons zeggen dat ik op dat moment een meeloper was. It's about to examine a little bit how predictable our life already is, how predictable our behavior is, being a bunch of people, and how predictable it will become in the future. De stem ondersteunt haar richtlijnen met geluid en muziek, of net niet. Hey yo, let it go. Laten we bewegen. Ziet er goed uit. Zien je vrienden er niet belachelijk uit? Dansend zonder muziek. De laatste bestemming is op het dak van een theatergebouw. Tot 16 mei kan u deze en andere plekken in Antwerpen zelf komen ontdekken. Maak je klaar voor de verdamping. 3, 2, 1.